Stoemp is er in alle kleuren en smaken. Ingrediënten prakken en met veel gesmek opeten, dat haalt het kind in je naar boven. Overal wordt stoemp gemaakt, maar de lekkerste komt van chef Jan Buitaert. Vandaag Provençaalse stoemp. Zo'n Provençaalse stoemp, daar hebben we al onze aardappeltjes en wat look samen gekookt, goed gaar gekookt. En nu gaan we dat ook verder afwerken met de producten van daar. We gaan in een apart pannetje en natuurlijk met olijfolie gaan we een beetje rode uien aanfruiten. We gaan die rode uien grof versnijden, dat er nog een beetje zicht op is, dat je ook ziet dat het rode uien zijn. We gaan er een paar tenen look ook grof versnijden, gewoon in plakjes ook bij doen. En dat gaan we een beetje aanfruiten, zodanig dat we die typische lekkere aanfruitsmaak krijgen die we niet zouden hebben als we dat mee gaan koken in de aardappelen. En dan, het belangrijkste onderdeel van heel het gebeuren, daar gaat het feitelijk over, dan gaan we stompen. Dus we hebben de look en de aardappeltjes hierin. En we zetten onze aardappelstomper erin. En we maken daar een echte ouderwetse stomp van. Voor zo'n stomp gebruiken we een kookaardappel, geen frietaardappel. Een aardappel die schoon heel blijft en stevig blijft als je hem kookt. De look die we erbij doen, ik zou zeggen op zo'n portie of vier, doen we toch zeker de man een teentje look bij. We hebben een mooie stevige stoemp hier bij elkaar gekregen. Dan gaan we ondertussen de andere ingrediënten klaar doen. We hebben zongedroogde tomaatjes, maar echt hele zongedroogde tomaatjes. Dus met het binnenste nog in, dat is heel lekker. We gaan die nog een ietsje kleiner snijden. Dat is heel belangrijk, die tomaatjes. Dat geeft een enorm lekkere smaak aan. Er zit ook al een beetje olijfolie in, dat gaat smeug maken. We hebben verse tijm. Zoiets dat is echt l'odeur de la Provence. Die gaan we ritsen. Zeggen ritsen, we gaan zorgen dat die bladjes eraf komen. Dus we gaan tegen de richting met onze vingers erover trekken. We hebben pistou, de fameuze rode Provençaalse basiliek. Dat is in de handel verkrijgbaar, maar niet altijd. Moest je dat nu niet vinden, kun je dat vervangen door basiliek. En dan mocht je daar iets meer basiliek in doen. We gaan die pistou niet te fijn snijden. We gaan die gewoon in reepjes snijden. Uitjes zijn ondertussen mooi aangefruit. Rode kleur blijft erdoor, dat is wel prettig om te zien. En die mogen erbij, dus die mogen er zo grof bij. Uitjes, look, olijfolie ook. Uiteindelijk die olijfolie, die moet het mee smeug maken. En dan gaan we als kruiden er allemaal bij doen. Tomaatjes, daar gaan we mee beginnen. Tomaatjes ook, hè. Die zijn gerijpt en geweekt in de olijfolie. Dus dat is echt heel goed om die stoemp ook af te werken. We doen de afgeplukte tuin, de verse tuinblaadjes komen erbij. Heel belangrijk element ook in de stoemp. Dat is geen dat het er het zuiders toetsje aan geeft. En die pistou, dat doen we op het laatste. Dat is het meest doordringende van smaak. Zo. Als die kruiden er allemaal bij zijn, dan moeten we feitelijk, zoals altijd bij een stoemp, moeten we die op smeuïgheid brengen. Wat doen we er hier mee, met zo'n Provençaalse stoemp? We gaan niet naar melk of niet naar room of niet naar boter. We gaan naar een echt Provençaals product. We gaan naar een zeer goede olijfolie. Vermits dat olijfolie hier echt, bij wijze van spreken, niet meer volledig doorgewarmd wordt, niet meer om te bakken dient, is het van belang dat je een goede hebt. We mengen die door de stoemp totdat we feitelijk vinden dat hem smeuig, dat hem slap genoeg is. We doen er peper en zout bij. We zetten dat nog even door elkaar. Het belangrijkste is natuurlijk altijd proeven. Hè? Dus pak je zo'n hapje waar dat een beetje tomaat in zit, waar dat wat rode ei in zit. Dat is hetgeen we zochten. De smaak van Herbe de Provence, de verse kruiden van de maquis. Dat is een ideaal gerecht zoiets om bij geroosterde lamsribbetjes te geven. Klein visjes op de grill, op de wijnranken. Verzeker u, dat is terug een zoele zomeravond. Dat is terug de Provence. Tot de volgende stop.